Bonken en welkom bij de video van Earthsmile 2. In de vorige aflevering vertelde ik jullie dat ik daar ben ik niet meer. En we gaan vandaag Earthsmile 2 doen. Zoals anders. En ja, we gaan arbeid maken en snelle opdracht. En dan gaan wij deze doen. Van Baschouw Polen naar Katowice. Ik heb nog nooit van die naam gehoord, serieus. Laten we gaan. Zo. Zo voor dat je de leven niet zeer kon. Zo. Ik ben net begonnen en nu al. What the hell. Wat moet ik aan jongen van mij hier? Ik moet wel mijn licht opzetten. Zo, we hebben weer op de weg. Cynische tieners. Ja, het is alweer vakantie voor veel mensen. Lekker hoor. Dus ja, wel lekker om mijn vakantie te vieren. Ik ga dit in Nijmegen natuurlijk, dat heb je al begrepen in de vorige aflevering van Earthsmile 2. En ja, super veel zin in. Weer gelukkig jongen dan je. Het is echt kwart voor 3 in de nacht. What the hell. En het is nu 9:30 in de ochtend ongeveer. Bij mij dan. Ga niet uit de stad. Kom weer op een auto sneller. Echt aan mij of is dat ding nou traag op dat weet dat die zware beladering. Oké. Ik heb liever overdag gewoon hier rijden, maar kan je nou doen hè? Die beweegt niet heel veel, maar alleen aan mij. Oh, shit. Oh, ja, die stuur is een beetje vaag aan doen. Op een snelweg één keer dit. Nou, dat zou je ook maar voorkomen. Met een keihard op de rem. Oké. En we rijden richting Katowice in ja, hele andere kant uit die wel.
Hij doet niet echt heel snel die truc. Wat ligt dat aan mij? Dat willen mij nog wel zien. Hoppakee, oh shit. Zo. En ja, deze week waren natuurlijk ook de ballonfeesten in Nederland. Namelijk in Jouweren, dat ligt in Friesland. En daar komt altijd elk jaar skitskillen volgens mij. En dat is een heel bekend evenement voor heel veel Nederlanders. Ik denk dat jullie het wel kennen, ik denk het wel. Maar ballonfeest heb je ook in Friesland. En dat is wat leuk om te zien. Ik rij nu in een DAF, maar ik zou later in een Mercedes willen rijden. Olimoli moet wel geconcentreerd op de weg zitten. Anders bots ik overal tegenaan. En dat moeten we niet hebben, jongeren meisjes. Dat moeten we niet hebben en ik moet die afremmen. Zo. Close. Opstijgen motor. Dit is een beetje lang. So. So. Nou, als we deze route hebben gedaan, dan gaan we ook weer de video afsluiten en dan zien jullie ons in de volgende video natuurlijk van de Euro Truck. Het duurt een beetje lang. We zijn er bijna. Hopelijk te mensen. Oh. Mag ik wel gas geven? Dankjewel. Hallo. Hij kreeg echt geen gas. Wat is nou weer wat raars? We zien. Hey, ik heb een gas
de hele tijd ingedrukt, maar... Ah, daar komt hij alweer op. Hij denkt van, nou, doe nog een paar kilometer. Ik laat Remco gewoon even langzaam rijden. Wat hè, maar die muggen. Oh, we zijn er bijna. We zijn er bijna, maar dit is een beetje lang. Druk gewoon net daarin. Nou, denk je Jan. 41 minuten rijden, nou... De video is ongeveer 11 minuten en dan denk ik niet dat het een keer dan zouden we heel lang bezig zijn. Ja. Wat is het daar? Zit je te graven ofzo? Oké, dat was een keiharde botsing. Oh man. Oh. Kijk dan. Oké, de volgende aflevering gaan wij zeker verder met deze